Een aanzienlijk deel van de werknemers in de voedselproductie en landbouw bestaat uit buitenlandse arbeidsmigranten. Helaas klinken er steeds vaker negatieve geluiden over de omstandigheden waaronder zij moeten werken en leven. Dat moet anders. In de EU-regio Rijnwaal, met onder meer het Rijk van Nijmegen en de Duitse Noord-Rijn-Westfalen, is daarom een project opgezet om deze werkomstandigheden te verbeteren. Donderdagmiddag werd het afgetrapt in het EU-regio Forum in Kleef. Ja, we hebben vanuit de Radboud Universiteit onderzoek gedaan naar de situatie van arbeidsmigranten uit met name Oost-Europa. Het onderzoek ging over hoe worden die mensen beschermd en hoe zouden ze beter beschermd kunnen worden. Ja, nou ja, het is heel gevarieerd en ik wil zeker niet zeggen dat alle werkgevers of huisvesters het slecht doen. Er zijn dus ook voorbeelden bij werkgevers waar het wel goed geregeld is. Zoals bij fruitteler Marc-André de Laporte. Wij voor onszelf, ons eigen bedrijf, hebben wij het in de pin geregeld met de arbeidsmigranten zelf. Dus uit eigen contacten. En dat vloopt uitstekend. Voor ons geldt met de CAO voor de CAO open teelte. En dan gewoon de verdere randvoorwaarden die de Nederlandse wetgeving er neerlegt. Dus dat betekent werktijden, verloning, al zulke soort dingen gewoon conform de Nederlandse wetgeving. Fruitteler Marc-André heeft dus via eigen contacten arbeidsmigranten aangenomen. Maar veel arbeidsmigranten komen in Nederland terecht via uitzendbureaus. Ja, die bieden die mensen eigenlijk een totaalpakket. Die zeggen van wij regelen alles, je vervoer, huisvesting in Nederland en ook werk. En dat is heel aantrekkelijk voor mensen die dat allemaal zelf niet kunnen regelen. Maar het maakt mensen ook wel heel afhankelijk. Ja, niet alleen arbeidsverhouding, maar dus ook huisvesting, koppeling van arbeidsverdragen. Die driehoeksrelaties eigenlijk tussen de werknemers, de uitzenders, de werkgevers en de onduidelijkheid over wie eigenlijk waarvoor verantwoordelijk is. Ja, de andere kant is ook dat de inlenende werkgevers, dus die opdrachtgevers van die uitzendbureaus, die voelen zich denk ik te weinig verantwoordelijk voor het welzijn van deze mensen. Want die verwijzen dan door naar het uitzendbureau waar ze in dienst zijn. Er zijn vaak grensoverschrijdende constructies waarbij de huisvesting niet in hetzelfde land plaatsvindt als waar de werkgelegenheid zich bevindt. Waardoor dus ook samenwerking niet alleen tussen gemeenten en provincies en de Rijksoverheid, maar dus ook tussen Nederland en Duitse instanties nodig hebt. Wat natuurlijk nog het geheel nog veel complexer maakt.